erg belangrijk. Ik heb trouwens, om maar totaal iets anders eventjes aan te snijden. Ik heb in mijn vakantie ben ik naar het contentcafé geweest. Oké. Okay. En dat klinkt als een gezellig buurthuis met veel bier. Ja. Klopt ook een klein beetje, maar het is een soort van bewegend kermis of circus. Waarin content nerds zoals ik, maar ook een heleboel copywriters en producenten, et cetera, bij elkaar komen op een willekeurige locatie. Dit keer was het in Hilversum. En wij gesproken, of we hebben een aantal mensen van de omroepen hebben daar gesproken. En hebben gesproken over alle uitdagingen die zij... Oh kijk, dag kinderen. Ja. Wat voor uitdagingen zij hebben. En op wat voor enorme goudmijn die mensen, onze publieke omroep eigenlijk zit. Ja. Want die hebben televisie sinds, hoe werd het, midden deze eeuw. Tot aan... nu. Ja. En dat is allemaal waardevolle content. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kijk misschien op uitzending gemist, kijk ik iets terug. Maar dan houdt het wel een beetje op. Maar het is niet dat ik de film van Oma Willem, hele serie nog eens terug wil zien of wat ook. Nee. Maar dat is ook niet echt een behoefte die getriggerd wordt. Dus, zij dus willen doen, ze willen al dat... Al die historie die er is, willen ze ook beschikbaar stellen. Omdat het ook nog steeds relevant kan zijn. Dat is echt heel goed. Wat een mooi idee. Alleen daar worstelen ze met een belangrijk probleem. En dat is metadata. Of twee belangrijke problemen. Eén is rechten. Nou, daar hebben we het al. Hè, de eigenaarschap. Daar hebben we het al een paar keer over gehad. Maar de andere is vooral metadata. Namelijk, want je hebt films en radio's en zo. Dat is niet een plaatje waar je kan zeggen... Nou, dat is een plaatje met Truus erop en et cetera. Nee, het is een... enorme lange serie van plaatjes waarin enorm veel gebeurtenissen in zitten. Dus als je kijkt naar film van Oma Willem, stel dat je nou die ene aflevering wil zien waarin Pieke Dassen wordt gekust op zijn voorhoofd door Oma Willem. Ja. Ja, dat wil je eigenlijk kunnen zoeken. Je wil kunnen zoeken op Pieke Dassen, zoen, voorhoofd, Oma Willem. Ja. En dan wil je iets kunnen vinden. Maar dat is dus niet vastgelegd. Nee. Dus dat moet nu gebeuren. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Maar dat geldt, dat is een probleem wat dus geldt voor een heleboel televisie of streaming media. Maar ook voor een heleboel tekst die nog niet is omsleutelen. En dat is, zij proberen dat dus op te lossen door dat, excuseer deze term, door gamification daartoe te passen. Okay. Dus door het leuk te maken om dingen te beschrijven. Dus dan hoeven ze geen mensen daarvoor te betalen. Dus dat andere mensen dat gaan doen? Ja. Dus crowdsourcen en gamification. Ja, dus burgers. Hip. Ja, het kan werken, ja. Ja. En het rare is dat mensen doen dat dus ook graag. Dus mensen doen daar graag aan mee. Ja, wij hebben dat nog niet gemerkt, hè? Dat de wasstraat wordt... Nee, maar je hebt daar ook wel echt een hele grote kritieke massa voor nodig. En die hebben wij niet. Nee. Maar als er iemand iets wil, het is gratis. Je kan er alles mee doen wat je wil, behalve geld verdienen. Mag dat niet? Nee? Jawel, als wij maar een bescheiden bijdrage krijgen. Ja, ja, ja.